Ik ben eigenlijk helemaal gegrepen door het zelf bakken van deze brood. Daar ben ik al jaren geleden mee begonnen. En ik heb daar eigenlijk heel erg veel ervaring mee. Ik heb heel veel broden gebakken en dan soms mislukte het. En soms bleef het plakken en soms was het dit en dat. En op een gegeven moment dacht ik, ja, we gaan het nu eens even structureel aanpakken. En toen ben ik begonnen om een echt heel eenvoudig recept te ontwikkelen. En we hebben gewoon, ik bak dus nu al jaren mijn eigen brood. We hebben dus waanzinnig lekker brood. Met het gevolg dat mijn huisgenoten allemaal lekker mee eten. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, ik sta de hele dag hier brood te bakken voor iedereen. Dat gaan we anders doen. Ik ga een recept ontwikkelen, ook voor mensen die geen brood bakken, dat nooit gedaan hebben, maar het wel willen. Dus deze brood voor dummies. En dat wil zeggen dat het hele gezin of de groep waar je in woont, je kan ook in een studentenhuis wonen met z'n 18e, die moet het allemaal tegelijk zeggen, ja, dit gaan we doen. En aan de hand van dit filmpje ga ik jullie helemaal erdoorheen leiden van hoe je een deze brood bakt. Op zijn allereenvoudigst. En we maken dus een brood wat gewoon goed is. Je hebt ook een brood wat uitstekend is en je hebt uitmuntend. En daartussenin zitten allerlei gradaties. Dus de ene keer denk je van, nou, het is best lekker. En de andere keer denk je, wauw, heb ik dit gemaakt. We gaan brood bakken met een starter. Dus niet met gist uit een zakje of een blokje gist van de bakker. En de starter die gaan we nu maken. Daar gaan we mee beginnen. Want dat duurt een paar dagen voordat de starter eigenlijk actief is. In mijn recept maakt het allemaal niet zo heel erg veel uit. Of je nou 10 gram meer, 50 gram meer. Niet overeen zitten. Ik ga gewoon beginnen met een starter maken van 100 gram meel. Ik gebruik expres nu eventjes heel simpel meel van de supermarkt. In principe bak ik eigenlijk altijd brood van ongeveer 1/3 volkoren meel. Dus nooit helemaal volkoren meel, want dat wordt dan een heel zwaar brood en dat rijst ook niet zo mooi. Dus je bent eigenlijk ongeveer 3/4 wit meel. Dat kan zeg maar ongebleekt zijn, gebleekt. Dit is gewoon een heel simpel meeltje. Nou, we gaan nu 100 gram water hierbij doen. Nou, dan gaan we dat even door elkaar roeren. En dan krijg je gewoon een papje. Een heel simpel papje. Ja, en soms vind ik het nog een beetje te dik. Denk ik, nou, ik kan een beetje in. Want hoe komt dat nou? Als er staat, doe 1,2 liter water. Dat kan niet, want meel bevat namelijk water. Is hygroscopisch. En het gekke is dat in de winter het meel minder water bevat dan in de zomer. Dat komt omdat we meestal in huizen wonen met centrale verwarming. En dat meel is heel erg droog. Dus de hoeveelheid water die je toe moet voegen bij je brood, dat kan niet zomaar vanuit een recept zijn. Dat is gewoon kijken wat je doet. Deze starter vind ik eigenlijk iets te dik. Dus ik ga hem een klein beetje dunner maken. Zo. Nou, ik doe dit in dit rare, suffe bakje. En waarom doe ik dat in het bakje? Omdat dit een vierkant bakje is. En het is natuurlijk heel romantisch in een jampotje om die starter te maken. Maar het probleem is met de starter, je moet zorgen dat die schoon blijft. En met dit vierkante bakje kan je heel handig met een mes, kan je het even rondom schoonschrapen. Nou, dat komt mij op het starterverhaal. Ik heb dus dit net gemaakt. Dit is natuurlijk een filmpje, dus ik ga nu even de volgende fase doen. Dit is een deze die dus gisterochtend is gemaakt. En je ziet eigenlijk al dat deze begint een beetje te bubbelen. Hij begint al een beetje te dezemen. Nou, het is verder nog niet klaar, vind ik. Want hij moet echt goed bubbelen en dan ga je hem voeden met meel. Om hem een beetje op te blazen. Goed, deze gaat ook hier staan. Dit is een starter die ik gisteren ochtend heb gemaakt. Die is al heel erg actief en je ziet eigenlijk aan die belletjes. Hè? Je ziet hier al van alles gebeuren. Ik zou zeggen, deze is nog niet helemaal klaar. Die zou je gewoon morgen al kunnen gebruiken. En het maken van een starter is ook, kan je ook niet zeggen of dat 1, 2, 3, 4, 5 dagen duurt. Het is precies afhankelijk van de plek waar je de starter maakt. Goed, dus dit hebben we net gemaakt. Dus het begin deze. Maar dit is deze die alweer, dus eigenlijk bijna 2 dagen oud is. Of wat zei ik nou? Gisterochtend. Nou, als hij er zo uitziet, als hij een beetje bent te bubbelen, dan kan je hem een beetje voeden, heet dat. Dan doe je er gewoon een beetje meel bij. En ik doe dat ook weer gewoon een beetje uit losse pols. Dan doe ik een paar eetlepels en dan doe ik er een beetje water bij. En dan morgen is dit eigenlijk een deze waar je al meteen brood mee kan bakken. Zo. Zo, randjes even goed schoonmaken. Net als ik zei net. Dit fijne suffe bakje heeft ook nog een ander voordeel. Dat er een dekseltje bij zit, maar dat het niet helemaal afsluit. Want dat moet ook niet. Want je hebt ook een beetje zuurstof nodig. Dus dit gaat nu wachten. En morgen gaan we hier een brood van bakken. We gaan nu een brood bakken, want de deze is klaar. En dit is eigenlijk het enige moment dat je heel eventjes moet opletten. En voor de rest is alles weer, kan je alles slapend doen. Goed, dit is het klaarzetten van het brood. Je doet niks anders dan 1 kilo meel ga je even in 2 helften verdelen, namelijk in 250 gram en 750 gram. Nou, net heb ik al uitgelegd dat ik graag brood bak met 250 gram bruin. Dus dit is volkorenmeel van de molen.
Oké. Okay. Hier gaan we 250 gram water bij doen. 250 gram meel, 250 gram water. En hier in het andere bakje 750 gram. Dat is dus samen die kilo waar ik het net over had. Echt ook niet erg als er hier 300 en hier 700 zit. Maakt allemaal niks uit. Hier gaan we nu 250 gram water bij doen. Hierin zit dus 250 gram water en 250 gram meel. Nu gaan we de deesem erbij doen. Nou, ik heb dus best wel veel deesem. Je kan het met een hoeveelheid deesem tussen de 100 en de 200 gram of 250 gram doen. Ik gooi nooit deesem weg. Ik stop het gewoon altijd weer terug in het brood. Dus we gaan hier even meten. Het is gewoon puur om te weten van wat je doet. Zo, nou, dit is mijn deesempje. Nou, dan zie je, dit is over. Ik kan dus weer even die randen goed schoonmaken. En dit moet je gewoon wel even weer meteen voeden. Want anders dan heb je niet voor de volgende keer. Dus hier doe ik nou gewoon een beetje meel bij. Oh, je ziet, het is gewoon een beetje meel. Een beetje water. De deesem is nu weer goed. Die gaan we gewoon laten staan weer. Nou, wat je kan doen met deze, je kan hem deze buiten de ijskast bewaren. Dan gaat hij eigenlijk heel snel gaat hij weer actief worden. Maar je kan hem ook in de ijskast bewaren. En dan gaat het heel veel langzamer. En dat ligt een beetje aan van met welke frequentie je brood wil bakken. Als je morgen ook weer een brood wil opzetten, dus als je iedere dag een brood wil, ik bak om de dag brood, dan zou je hem eigenlijk nu theoretisch uit de ijskast moeten laten staan. Maar ik ga dus niet morgen, ik ga overmorgen weer. Dus ik doe hem dat suffe dekseltje erop. Ik zet hem gewoon in de ijskast. Gaan we dit mengen? Ik doe dat nu hier even in een keukenmachine. Dat is niet nodig. Je kan het ook gewoon met de hand roeren. Het is gewoon een heel natte, kledderige bedoeling is het. Je kan dit gewoon roeren met een lepel. Dus je hebt niet zo'n machine nodig om brood te bakken. Laat ik het nog expliciet maar even zeggen. Als ik het nog één keertje samenvat, hè, is dat dit is dus 250 gram meel, 250 gram water en ongeveer 250 gram starter. Maar je kan het ook met 100 gram starten. Dus als je minder hebt, maakt niet uit. Goed, we gaan nog even één keer goed roeren. Dat is klaar. Dit is de andere helft. Dit is de 750 gram. Wat nu heel erg belangrijk is, dat je deze klaarzet en dat je hier alvast het zout bij doet. Hier moet je 24 gram zout in doen. Sommige mensen gebruiken minder, sommige gebruiken meer. Ik gebruik ongeveer 24 gram zout op een kilo. En dan tel ik die starter dus niet bij, want dat is eigenlijk extra. Dat klopt. En dan zet je hier een beker bij waar je 400 milliliter water in doet. En in dit maatbekertje doe je een lepel. Zo. Dit is eigenlijk broodbakken. Dit is eigenlijk alles wat je doet waar je even je hoofd bij moet gebruiken. Voor de rest zijn het alleen maar hele simpele handelingen die heel weinig tijd kosten, maar die verspreid zijn over een bepaalde periode. Want wat wil ik je nu precies uitleggen? Dat je moet gaan kijken wat er gebeurt. Dus ik ga niet zeggen, je moet het precies 4 uur dit of 12 uur dat. Nee, doen we niet. Is allemaal niet heel erg belangrijk. Wat belangrijk is, dat je leert kijken hoe actief je deeg is en wat het precies doet. Maar ook daar ga ik je geruststellen. Dit is dus 400 milliliter water. We gaan controleren of dit klaar is door even een schepje te nemen met het lepeltje. Daarom staat het ook klaar. Nou, je ziet het, dit drijft niet. Dus het is nog niet klaar. Ik heb er hier nu eentje die wel al klaar is. Kijk, drijft. Hij is goed. En dit heeft ongeveer een nacht gestaan. Het is helemaal niet gezegd dat als hij dan nu drijft, dat je onmiddellijk die handeling moet doen. Geen paniek. Als je even geen tijd hebt en je denkt uurtje later. Dan gaan we nu, omdat deze dus de starter eigenlijk klaar is, gaan we nu het deeg kneden. We gaan het meel erbij doen. En dan gaan we het water erbij doen. Dus die 400 gram met dat stukje erin, maakt allemaal niet uit. Zo, hop erin. Nou, dit is gewoon pure luiheid voor mij, dat ik het even met de machine doe. Maar je kan dit gewoon met een lepel doen. Ik heb gewoon zo'n machine en dan gebruik je dat, weet je wel. Wat het leuke is van zelfgebakken brood, is dat je allerlei dingen aan kan toevoegen. Dit is dus die 250 gram volkorenmeel en 750 gram bloem. En dit zijn walnoten, die kunnen we doorheen doen. Wat ook heel lekker is, is bijvoorbeeld zonbloempitten. Wat ik ook wel eens doe, is tarwekorrels eerst koken, dat ze zacht zijn, en dan toevoegen. Of lijnzaad of pekannoten, hazelnoot. Verzin het. Ik heb nu gewoon zin in een walnotenbroodje, dus ik gooi het er nu even bij. Goed, je ziet dat het deeg behoorlijk nat is, maar het kan nog natter. Het kan niet droger. Dus dit is wel, vind ik, wel op zijn droogst. En je ziet nog, dat kan je absoluut niet met de hand kneden. Dat is gewoon heel erg plakkerig. Moet je dus ook niet gaan proberen. Gewoon dit met de machine doen of met een lepel. Nou, als dit genoeg gemengd is, dus zeg maar gekneed is, je hebt het, of gelepeld is, dan is dat, als alles goed door elkaar zit, klaar voor de volgende fase. Nou, je ziet, dit bij elkaar is eigenlijk
heel weinig minuten. Wat we net gemaakt hebben in die machine, dus die 750 gram, 250 gram starter plus water enzovoort, dat gaan we in de voorrijsbak doen. Nou, een voorrijsbak is ook weer een heel simpel plastic bak. Dat heb ik natuurlijk gisteren al gedaan, dus dit is alweer gerezen. Je stort die kledder gewoon in één keer in die bak. Verder niet meer aankomen, niet plat gaan maken of zo, is niet nodig. Want zo'n kledder, die gaat vanzelf, zeg maar, vocht uit de lucht opnemen. En dan wordt die slapper en dan gaat die zo langwerpig worden. Nou, deze hoeveelheid is precies die hoeveelheid die nu in die machine zit. Die kledder heb ik dus gisteravond heb ik die hierin gedaan. En dat is nu gerezen, ongeveer 3 keer zoveel is het geworden. Nou, nu is het brood klaar om gevormd te worden. We gaan dus niet kneden. We gaan dit in 2 gedeeltes gaan we op deze tafel gaan we dat een beetje opbollen. En dan gaan we het in een bakje doen. Om het brood eigenlijk te vormen en de laatste rijst te geven, heb je wel nog een paar dingen nodig. Je hebt een bakpapier nodig. Ik maak van die 1 kilo altijd 2 broden. Dat hoeft niet, je kan ook 1 brood maken. Dan krijg je 1 gigantisch brood. Ik heb dus 2 velletjes bakpapier en ik heb ook 2 kommetjes. Dit is een eenvoudig RVS bakje. Deze is iets breder en deze is iets hoger. Maakt ook allemaal niks uit. We gaan nu het brood uit die bak op de tafel storten. Ik moet er een beetje bloem erop leggen, want anders plakt het natuurlijk als een gek vast. Zo, maak het een beetje plat. Het zal nooit helemaal exact hetzelfde worden, die brood, want ik weet niet precies hoeveel dat is, maar dit is ongeveer wat je doet. Deze kledder, wat gaan we daar nu mee doen? Er zit goed meel onder, hè, want anders plakt het. Die ga je pakken, die trek je over elkaar heen. Die trek je over elkaar heen. Dan rek je hem een beetje uit. Doe je nog een keer over elkaar heen, nog een keer over elkaar heen. Nog een keer. En dan doe je een beetje als het ware alsof het een soort van zakje is boven vast. Dan draai je hem om. En dan ga je het zogenaamde opbollen. Je gaat eigenlijk spanning brengen in je brood. Dat doe je door het brood te draaien. En dat duw je eigenlijk met je hand zo een beetje naar onderen. Dus je brengt eigenlijk die oppervlakte is een beetje droger dan wat erin zit. En dat ga je eigenlijk op spanning brengen. Nou, en als dat genoeg is, als je denkt van nou hij is mooi plat, dan leg ik hem in dit bakje. Dit ligt nu klaar. Dat gaan we nu nog een keertje doen. Nou, oké. Okay. Gaan we weer dezelfde truc doen. Vouwen. Nog een keertje vouwen. Nog een slagje draaien. Heel kleverig. Uitrekken. Dit over elkaar heen doen. Nog een keertje draaien. Oké. Okay. Dan gaan we het geheel gewoon even netjes opbollen. Dit is een beetje heel nat, maar het geeft allemaal niet. De 2 broden ga ik nu in een afgesloten zak doen. Ik doe dit met zo'n zipzak noem ik dat. Die gebruik ik heel vaak opnieuw. Je sluit eigenlijk als het ware het brood af. Dat is ook een speciaal effect. Als je het niet doet, dan gaat namelijk de bovenkant van je brood gaat eigenlijk uitdrogen. En dat wil je niet. Zo. We hebben nu die 2 broden in die 2 bakjes gedaan. En nu is de situatie dat het brood eigenlijk klaar is. Het moet nu nog maar rijzen. Nou, dat kan je op 2 manieren doen. Je kan het uit de ijskast laten rijzen. Dan gaat het echt heel snel. Dus als je bijvoorbeeld vanavond een brood wil hebben. Het is nu zeg maar 12 uur ongeveer. Dan laat je het uit de ijskast staan. En dan kijk je of het heel mooi, als het mooi 2 keer zo groot is geworden, mooi bol gerezen, is het eigenlijk tijd om te bakken. Nou, ik wil het iets over een langere periode uitstrekken. Dus ik doe dat. Ik zet het brood in de ijskast. Dat wil zeggen dat de rijst afgeremd wordt. En dan heb je gewoon veel meer tijd. Je kan veel beter bepalen wanneer je brood afbakt. Want soms heb je er even geen tijd voor. En dan wil je het wat later doen. En dan is het heel fijn als het brood in de ijskast staat. En zoals ik gezegd heb, ik bak 1 keer in de 2 dagen begin ik eigenlijk een heel opnieuw dit allemaal te doen. En ik heb dus 2 broden tegelijk gemaakt. Dus ik kan iedere dag een vers brood bakken. Maar ik hoef het maar 1 keer in de 2 dagen te maken. Dus ik ga deze in de ijskast doen. Okay. We hebben dus die broden gemaakt in die 2 bakken. En die zijn in de ijskast gezet. En dit heb ik natuurlijk iets eerder voorbereid. Dus we hebben nu het brood er weer uitgehaald. Dus ongeveer 1 etmaal later. Dit zijn de broden die 1 etmaal in de ijskast hebben gezeten. Nou, je ziet het. Er zit hier verschil tussen. Dat kan zijn omdat hier iets minder deeg in zat. Nu moet het brood gebakken worden. Je ziet hier al een grote bel. Als je langer wacht,
Je kan het dus ook al bakken als het minder ver gerezen is. Maar dit is nou het uiterste stadium. Maar als je langer wacht, dan gebeurt er het volgende. Dan wordt hij weer recht aan de bovenkant, als met deze gebeurt. Nou, deze is eigenlijk over de top. He, zie je, dat plakt allemaal aan het papier vast. Kan je eigenlijk niet meer goed zo bakken. Dat is ook niet heel erg, maar dan krijg je een heel plat brood. Nou, wat moet je hier nou mee doen? Niet weggooien. Ik heb iets bedacht. Dit gaan we in de vriezer zetten. En dan wachten we eigenlijk tot de buitenste laag van dit brood bevroren is. En dan kan je heel netjes het papier eraf halen. En dan doe je hem weer terug in je kneedmachine of met de hand. Dan voeg je 300 gram meel toe en 7 gram zout. Niet vergeten, anders krijg je een flauw brood. En dan kneed je het weer door en dan doe je het weer in zo'n bakje. En dan laat je het rijzen tot het uit de ijskast, tot het mooi bol is. En dan ga je hem afbakken. Dus je hoeft nooit iets weg te gooien. Dat geldt overigens ook voor deze. Mensen die bellen me wel eens in paniek op en zeggen, er drijft een laagje water op. Dat is allemaal niet erg. Wat belangrijk is dat je er even aan ruikt en dat je ruikt of het goed is. En je weet onmiddellijk wanneer het gewoon een bedorven lucht heeft. En dan moet je deze inderdaad weggooien. Deze moet gewoon een beetje fris, zuurig ruiken. Dus als dat laagje erop drijft, wie deze, dan doe je gewoon een beetje meel bij. Dat kan 100 gram zijn, 50 gram. Maakt allemaal niet uit. En dan meng je het door elkaar en dan kan je hem weer gebruiken. Deze gaan we afbakken in de Dutch oven. Ik heb hier een houten plank, want ik ga nu zo mijn Dutch oven, dus de gietijzeren pan met deksel, ga ik eruit overhalen. En dat is kokend heet, dus dat zet ik even op een houten plaat. Goed. Zo. Nou, die pan die heeft werkelijk 20 minuten opgewarmd tot allerhoogste stand van mijn oven. Mijn oven die wordt echt niet heter dan 260 graden. Nou, dan pakken we dus het broodje met papier en al in de pan. Dan ga ik hem even inknippen. Maak ik een blaadje. Dan gaan we zien wat er gebeurt. Wat ik ook vaak doe, is nog even een klein beetje vocht erin sprayen. Het hoeft niet, maar het geeft toch een mooi effect. En we gaan dat straks nog een paar keer doen als de deksel eraf is. Want hij gaat nu eerst op de allerhoogste stand, gaat hij 20 minuten in de oven. Zoals ik al gezegd heb, kan je brood bakken met heel veel verschillende soorten meel. Ik heb zelf de grote voorkeur voor die kilo, 750 gram bloem en 250 gram tarwe. Maar ik maak ook wel eens met 750 gram tarwe en 250 gram bloem. Dat kan ook. Tarwemeel en je kan ook met roggen bakken, dat haal ik bij de molen. Ik woon hier in de Zaanstreek en daar heb je een heel mooie meelmolen, de Bleke Dood. Maar je hebt ook die zandpoorten, die ook heel dichtbij, heb je zandhaas. Die hebben ook fantastische soorten meel. En je kan daar eigenlijk een beetje mee gaan experimenteren. Maar ik krijg zelf ook altijd een enorme kick van als ik met een pak meel van de supermarkt van 30 cent gewoon een waanzinnig brood bak. Twee brood dus. Dat is ook gewoon heel grappig. En ik raad je eigenlijk aan om, als je voor de eerste keer brood bakt, om gewoon dat even met bloem te doen. Dat hele simpele bloem. En dan ga je daarna allerlei variaties toepassen. Als je een brood helemaal van volkoren meel maakt, dan wordt het heel zwaar en rijst gewoon minder. Dus hoe meer bloem je eigenlijk toevoegt, hoe luchtiger het brood wordt. Roggemeel is ook zwaar, dus dat moet je eigenlijk hetzelfde behandelen als tarwemeel. Dus ik kan eigenlijk aanraden om ook weer die 3/4 of 2/3 bloem en de rest ander meel. Ik kijk even in de oven. Ik haal me nu af. Zo. Zo. Nou, je ziet hier deze pannendeksel heb ik eventjes verbouwd. Want hier zit een heel klein metalen stripje in en dan heb ik even een lekker grote krul opgezet. En nu kan je zonder dat je je vingers brandt die deksel eraf halen. Dus dat is een heel functionele krul. Het is net als met radioactiviteit, dat zie je ook niet. Maar je ziet hier ook niet aan hoe waanzinnig heet dit is. Dus je moet eigenlijk als soort mantra in je hoofd hebben als je die oven opent en die deksel pakt. Heet, 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 heet. Want je brandt je ongelooflijk. Je ziet het niet, maar dit ding is gewoon 250 graden. Wat je natuurlijk wilt met je brood is een heel mooie dikke korst. Ik bak het in een hete luchtoven, een elektrische oven. En die zijn over het algemeen zijn die gewoon heel droog. Gasovens die trekken vocht aan, dus daar hoef je het niet bij te doen. Je zou dus theoretisch op de bodem van je oven een bakplaat kunnen nemen en daar water in doen. Dat er gewoon dus veel vocht in zit en dat zorgt ervoor dat je een mooie korst krijgt. Maar ik heb dit simpele hulpmiddeltje gewoon al plat te spuiten. En dan ga ik even op het brood sprayen. Het brood moet er nog even in. En mijn zoon heeft een keertje heel goed gezegd, het brood moet in de oven zolang als je durft. Maar je kan ook eventjes tikken op het brood en dan hoor je eigenlijk of die korst al een beetje begint te hard te worden.
ik durf nog heel even. Ik wacht nog heel eventjes. Ik wacht nog even 5 minuten, maar in principe kan je het brood er gewoon nu uithalen. En wat je ook nog kan doen, is het brood er iets eerder uithalen en dat meteen in een zipzak doen. In feite gaat de condens dan in het brood zitten, dan wordt hij juist eigenlijk slap. En dan zou je het brood nog een keertje kunnen opbakken. En dat moet je dan doen door de oven heel heet te maken. En dan gebruik je de oven niet meer. En dan doe je even dat vochtige brood erin nog 10 minuten. En dan heb je weer een vers opgebakken brood. Of wat ik ook wel eens doe, is het brood dan in plakken snijden. Afgekoeld en wel. En dan gewoon eigenlijk je eigen voorgesneden brood in de vriezer doen. Zodat je eigenlijk altijd een sneetje brood bij de hand hebt. Maar het zijn zo van die dingetjes die je dan in de loop van de tijd gewoon leert. Ik ga het brood eruit halen. Nou, nu moet je dus ongelooflijk oppassen, want dit is zo heet. Dat is verschrikkelijk. Nou, moet je hem even eruit halen. Zie je het eraf? Nou, hij had nog iets langer gekund. Het beste is om je brood even op een rek te laten afkoelen. Dit brood is nu klaar. Had nog iets donkerder gekund, maar het is toch wel heel leuk. En nu moet je het brood eigenlijk laten rusten. Een van de belangrijke dingen ook van brood is het snijden van het brood. En daar heb je een heel scherp mes voor nodig. Want als iets de bakker pijn doet, is dat je het met een bot mes gaat snijden, het brood. En dan gaan mensen dus dat brood duwen. En dan verpest je het gewoon helemaal. Dan gaan we even kijken hoe die er van binnen uitziet. Dat kapje, dat gaat nog net. Dit is dus bijvoorbeeld zo'n supermarktmeelbroodje. 30 cent. En er zitten wel noten doorheen. Wij eten gewoon eens een brood per dag op. Dus het wordt bij mij eigenlijk nooit oud. Maar in principe, als je het goed afsluit, dan kan je het gewoon een paar dagen bewaren. Dus dat is geen probleem. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.